Dit is Rondje Regio met vandaag. Vluchtelingenwerk Horst aan de Maas. Tentoonstelling Fiep Westendorp in Venlo. Toneelvereniging Meijl wint Mulke. Maar eerst het windpark in Neer. Het windpark in Neer krijgt een nieuwe windmolen. Leerlingen namen vorige week een kijkje op het windmolenpark. Ik wou even één ding zeggen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, windmolens maken herrie. Want die willen geen windmolens hebben. En wat vinden jullie? Ik hoor hem niet. Ik hoor hem bijna niet. Nee, het enige wat je nou hoort is binnen, hè? Zijn die wieken hol van binnen? Een beetje hol van binnen, ja. Die zijn een beetje hol van binnen. Want dan zijn ze licht, hè? Als je, die wieken lijken eigenlijk op vliegtuigvleugels. Niet helemaal. Maar ze hebben dezelfde vorm. En vliegtuigvleugels zijn van binnen ook een beetje hol. Hoe hard draaien die molens eigenlijk? Ja. Hoeveel keer per minuut als ze draaien? Ja. Dat zou je zelf kunnen tellen. Ik weet niet of iemand een stopwatch bij heeft. Ze draaien dus nu heel hard hoor, dat is gewoon zo. Maar als je één wiek pakt, ik kijk even naar die molen. En je zegt, nu is die beneden. 1, 2, 3, 4, 5 seconden. Dan doet hij per minuut 12 omwentelingen per minuut. En dan zeggen ze 12 toeren per minuut, noemen ze dat. En maar binnen draaien ze die, draait het allemaal veel harder. Hè? Ze niet allemaal gelijk draaien. Want die draait anders dan die en die. Ja. Ja, dat is onmogelijk. Ja, dus het is theoretisch mogelijk, maar in praktijk is het altijd zo dat één sneller kan draaien dan de ander. Dus ze draaien nooit parallel. Daar, die twee achterste draaien bijna even gelijk, hè? Maar dat zal toch weer gaan veranderen. Omdat de wind komt nu van die kant. Ja, van die kant. Dus de eerste krijgt het meeste wind. De tweede krijgt iets minder wind. En daarom draaien ze ook niet tegelijk. Wat is het doel van het geven van excursies? Wij willen als coöperatie willen wij laten zien dat het zo'n windmolen voor iedereen kan zijn. Dus ook voor kinderen. Althans, ze kunnen geen lid worden, maar hun ouders wel. En wij willen natuurlijk de windenergie promoten, want dat vinden wij belangrijk. Wij doen er zelf aan. Maar wij zien ook dat dat de toekomst is. Hoe hebben jullie het gevonden? Ja, het was heel interessant, vond ik. Ja. Interessant? Ja. Wat vond jij daarvan? Ik vond het heel leerzaam. Want ja, je kon heel veel nieuwe dingen weten, hoe hoog ze waren en hoe ze het allemaal deden. En ja, waarom ze het eigenlijk midden in deze velden doen. Waarom ze het niet gewoon ook gewoon bij de huizen kunnen doen, zodat het sneller naar de huizen gaat. Wat vond jij daarvan? Leuk en interessant. Heel veel geleerd. Ja, dat ga je. Je bent best wel een ruiker volgens mij. Je zou best wel naar boven willen, hè? Ja. Heb je het gedurfd? Ja. Jij wel, hè? Ja, hij ook. Ja, ik vind het gewoon echt mooi om te zien, maar als je heel lang naar staat, dan gaat hij ineens bewegen, maar dat is niet zo. En heeft windenergie wat doelen en wat mijlpalen nog te behalen? Ja, in Nederland wel, hè. We hebben natuurlijk heel veel wind in Nederland en in Limburg nog wat minder, maar in heel Nederland hebben we zoveel wind dat we erg veel kunnen opwekken zonder dat het nou overal vol hoeft te staan. En er zijn nog plekken waar helemaal niks staat, dus er is nog veel te winnen. Nou ja, Duitsland is bekend. Die zetten molens ook niet voor niks tegen de grens van ons aan. En in die zin kunnen wij ook wel op dezelfde manier als Duitsland gaan werken, natuurlijk. Het is wel zo, dat is wel leuk om te zeggen, als nou de wind steeds dezelfde keer omdraait, hè, dan is hij een paar keer 10 keer over de as of zo. En dan weet die machine dat zelf ook, die houdt dat gewoon bij natuurlijk. En dan stopt hij. En dan draait hij weer 10 keer uit zichzelf achter elkaar terug en dan gaat hij weer verder. Want die zitten stroomdraden in en die kunnen op een bepaald moment verstrikt raken natuurlijk. Vind je dat nou lelijk als er zo'n windmolen in de horizon staat? Ja. Ja? Beetje. Beetje? Nee, want kijk, misschien is het niet mooi, maar ja, het levert wel stroom op. Uiteindelijk komt het allemaal ten goede van deze kinderen? Ik denk het wel. Die krijgen een betere toekomst met een duurzamere toekomst. Stichting Vluchtelingenwerk Horst aan de Maas helpt vluchtelingen een zo goed mogelijk leven te krijgen in Horst aan de Maas. Er komt veel af op vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Stichting Vluchtelingenwerk biedt onder andere juridische begeleiding, coaching bij integratie en inburgeringscursussen. Hiervoor zijn de reeds actieve vrijwilligers onmisbaar en ook nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom. Vluchtelingenwerk, Horst aan de Maas en Peel en Maas, wat doen jullie?
Vluchtelingenwerk Horst aan de Maas en Peel Maas zet zich in voor vluchtelingen die in deze gemeenten gehuisvest worden. Wij helpen ze op maatschappelijk vlak vanaf dat ze een woning gekregen hebben. Wij helpen ze met de gezinshereniging en wij helpen ze bij het eerder verwerven van de Nederlandse taal. Als mensen hier komen, hoe zit dat? Komen ze in een gespreid bedje? Zeker niet. Alles moet opgebouwd worden en daarvoor is vluchtelingenwerk er ook om deze mensen te helpen een goede start te maken in deze gemeenten. Zij krijgen dan van de gemeente een inrichtingskrediet. Dat is dringend nodig om de huisraad aan te schaffen, want de meeste vluchtelingen hebben niet meer dan de kleren op het lijf en een tasje met nog wat kleine dingetjes. U zegt het al, ze krijgen een krediet. Dat betekent dus dat het terugbetaald moet worden. Ja, zeker. Dat krediet dienen zij terug te betalen. Het is geen cadeau van de gemeente, nee. Zij moeten maandelijks dat krediet aflossen. Negassi, hoe lang woon jij al in Nederland? Ja, ik woon 2,5 jaar. Hoe vind je het in Nederland? Ja, ik vind je leuk, ja. Ik vind je leuk. Ja. Je komt uit Eritrea. Ja, waarom ben jij gevlucht? Ja, ik heb problemen met mijn land. Sinds 2012 woon je in Nederland, sinds 2013 in Horst. Je bent dit jaar geslaagd voor je inburgeringsexamen. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, dank u wel. Dank u wel. Maar jouw gezin, dat zit nog in een vluchtstadium. Ja, mijn gezin nog bij Sudan. Ja. Ja. De bedoeling is dat zij ook hier naartoe komen, ook naar Horst aan de Maas? Ja, misschien. Ja, dat hangt bij ND. Ja. Ja, moet eerst proces maken met ND. Alles, mijn geboorte, mijn gezin, huwelijk acte en van die kinderen acte, alles. Ja. Wij kijken straks wat komt van die ND-reactie, of negatief of positief. Hoe lang zijn jullie al in Nederland? من 21/9 العام الماضي يعني بحدود 8 شهور وشوي تقريبا 8 شهور واسبوع. Waarom zijn jullie gevlucht vanuit Syrië hier naar Horst aan de Maas? طبعا محل امن ونحب نكون نجيب اولادنا لمكان يكون كويس لاولادنا. طبعا الكل يشوف التلفزيون ويعرف وضع سوريا شلون هلا وضع غير امن نهائيا وشعب كثير من السوريين يريدوا يطلعوا برا نتيجة الظروف الصعبة الموجودة في سوريا غير الأمن فمو كلن يصح لهم فرصة الخروج نتيجة التكاليف العالية نتيجة في صعوبة كبيرة يعني بس نحن قدرنا من الناس اللي قدرنا أنه نطلع لهون ولأنه أخوي موجود هون بهولندا من 23 سنة ففضلنا أنه نجي لهولندا هون. Werkt u hier؟ لا هون بولندا لا ما اشتغلت لحد الآن كون إنه نحن ما صارنا غير شهرين جينا سكننا بهالبيت يعني فلحد هلا خلال هالشهرين فعلا كان في شعور بالملل لحد هلا لأنه ما عم نسوي شيء نهائيا غير قاعدين بالبيت. Ze hebben bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar Jip en Janneke blijven nog altijd even populair onder jonge kinderen. Hetzelfde geldt voor andere creaties van tekenares Fiep Westendorp. Het Limburgs Museum eert haar met een grote tentoonstelling. Een tentoonstelling die voor alle generaties leuk is, omdat iedereen herinneringen aan het werk van Fiep heeft. Maar het is ook in zijn eigenheid. En als je de werken goed bekijkt in het origineel, zo leuk om te zien hoe bijzonder zij heeft gewerkt. Hoe precies en met hoeveel stijl. En hoe ze gevochten heeft met het zoeken naar nieuwe manieren om dingen te vertellen in haar werk. Er zijn wel eens tentoonstellingen van Fiep of andere initiatieven, maar dat is heel vaak in de Randstad. En Fiep is zo'n grote illustratrice geweest die zoveel kinderboeken heeft geïllustreerd. En zoveel kinderen zijn met haar opgegroeid dat ze wel een keer naar Limburg mocht komen, vonden wij. Westendorp begon eind jaren 40 bij Vrij Nederland en ging daarna naar het Parool. Bij die krant werkte ze 20 jaar en werden ook de eerste Jip en Janneke tekeningen gepubliceerd.
Ze werd bekend om haar kindertekeningen, maar maakte ook veel werk voor volwassenen. Ja, daar is ze eigenlijk mee begonnen. Ze wilde illustratrice worden omdat ze volwassenenwerk wilde maken. Maar goed, dat is natuurlijk in de loop van de jaren is dat veranderd. Maar gelukkig zien we daar hier nog een hele hoop van. Omdat ze voor het Parool heel veel gewerkt heeft. Voor de vrouwenpagina. En daar hangen hier hele leuke dingen bij, zwart-wit tekeningen. Die heel erg leuk de emancipatie nog eens onder de loep nemen. Tijdloos en nog altijd up-to-date. In het Limburgs Museum is een totaal overzicht te zien met highlights uit haar carrière. Dat zorgt voor herkenbaarheid, maar ook voor verrassing. Meest bijzonder aan de originele tekeningen is misschien wel dat alle correcties tot in detail te zien zijn. Je ziet zoveel meer op die originele tekeningen. Fiep heeft met zoveel details getekend en ook foutjes gemaakt. En die werkte ze dan weg met Tipex. En dat vond ik zelf wel heel bijzonder om dat op al die tekeningen te zien. Of een stukje over een stukje heen geplakt wat mislukt was. En je ziet ook de aantekeningen van de lithograaf. Hoe het in beeld gebracht moest worden in de krant. Dus het is echt je ziet het maakproces ook zo goed. Je ziet haar strijd ook. Maar je ziet ook de liefde waarmee ze alle details heeft getekend zo goed. Er zijn heel veel originele tekeningen te zien, ongeveer 400. En er zijn naast die tekeningen ook allerlei leuke spelletjes te doen voor kinderen. Educatieve spelletjes die hun eigenlijk uitdagen om ook beter naar die illustraties en naar de filmpjes van Pim en Pom bijvoorbeeld te kijken. Jip en Janneke, Pim en Pom, Otje en Pluk van de Pettenflat zijn allemaal te bewonderen in de tentoonstelling De Vrolijke Wereld van Fiep. Kinderen kunnen met het typische kraanwagentje van Pluk van de Pettenflat op de foto. De tentoonstelling loopt nog tot maart 2016. Nu gaat het gebeuren. Het Muurpunt. Voor de meest opvallende voorstelling 2015 gaat naar De Knecht van Twee Meesters. Toneelvereniging Kom uit Meijel heeft met de voorstelling De Knecht van Twee Meesters een nulke gewonnen in de categorie Meest Bijzondere Voorstelling. Dat gebeurde vrijdagavond tijdens de avond van het Mulke in het Muntentheater in Weert. De Mulkes zijn de provinciale toneelprijzen op het gebied van het amateurtoneel. Dank je wel. Gruts zeggen wij in Meijel en daar zijn we jongen. Bijzonder gruts hebben we derde maken ontvangen. Natuurlijk kan wij dat niet alleen. Iedereen wil ik toch mee bedanken. Maar vooral ook het grandioze publiek waar ons toneelstuk De Knecht van Twee Meesters hebben bezocht. En Danny Aline wil ik ook nog onze regisseur Lisette Leenders van harte bedanken. We hebben hem verdiend. En ik zei net al, niet ik alleen. Nee, wij stonden hier met een helpteam, hebben we dit gedaan. Maar ook heel veel mensen nog achter de schermen die helaas nou niet bij kunnen zijn. Ik stond nog gewoon een beetje te trillen hier. Ik vind het zo super dat wij dit hebben mogen winnen. En nogmaals onze regisseur Seuze Lisette Leenders. Top wat zij met ons teweeg heeft gebracht. Want het was een moeilijk stuk toen wij eraan begonnen. En voordat we alles echt binnen, ja, alles tot ons hadden genomen. Er zijn toch echt wel wat maanden aan vooraf gegaan. Maar uiteindelijk heeft mede dankzij onze regisseur hebben wij dit voor elkaar gekregen met ons team. Gruts! Nee, dat hadden we zeker niet verwacht. Er waren meerdere goede kandidaten zoals je gehoord hebt. En dan is het altijd heel leuk. Dan zit je op het laatste puntje op je stoel van, ja, er zijn 6 genomineerden bij. En haal je het of haal je het niet? Nou ja, wij hadden al 2 nominaties voor de vrouwelijke rollen. Ik denk, ja, daar zal er toch wel 1 mee gaan, hoop ik. Maar het was goed. Het ging goed. Het ging heel goed. De spelers maakten een stuk speciaal. Je hebt een stuk tekst en dat is het dan nog niet. Hè? Je moet het met z'n allen gaan maken. En iedereen stond er heel erg voor open en was heel erg enthousiast. En samen hebben we het voor elkaar gekregen. In de categorie Meest Bijzondere Voorstelling was ook de voorstelling Zwart Goud van theatergroep De Habbekrats uit Maasbree genomineerd. We hadden er graag één gewonnen, die is vandaag onze collega's. Ze gaan naar Meijel. Dan wil ik ze dan mee van harte feliciteren.
bijzondere van het stuk was dat ik het gemaakt heb op de kolonie in Heerlen, waar ik opgegroeid ben. En dat wilde ik altijd al een keer maken. En op een gegeven moment was de gelegenheid er. En de mensen wilden het ook. En bijzonder is dat alles dus klopt. De straten, de namen, wel een beetje gewisseld. En het thema van dat stuk, hè, sociale mobiliteit. Maar dat gaat dan ten koste van vervreemding van je gezin. En dat allemaal in het decor van de kolonie Nieuweinde Vassilium Bos. Die daar ook zo ligt zoals hij dan in het stuk beschreven is. Ook theatergroep Catharsis uit Venlo dingde mee naar Mulke. In deze groep spelen ook enkele inwoners uit Peel en Maas. We zijn van de theatergroep Catharsis uit Venlo. En er zijn een aantal mensen die wonen inderdaad in Peel en Maas. Ja, en we waren genomineerd. Maar helaas hebben we het Mulke niet gewonnen. Maar de volgende keer zijn we er weer bij. Toch? Hoppa. Ja, ja. Helaas. Ook Paulien Stevens en Mirten Groeneveld uit Maasbree vielen niet in de prijzen. Zij waren genomineerd in de categorie Meest opvallende vrouw in een grote rol. In die categorie won Anita Ronge uit Amerika. Dit is hem. Kijk eens. Mooi. Peggy Brummans en Riet de Laat waren genomineerd in de categorie Meest opvallende vrouw in een kleine rol. Dat werd Kitty Gubbels uit Heidhuizen. Maakt dit het dan een beetje goed? Ja, dit maakt hartstikke goed. Ja, we hebben met z'n allen gedoe. En ja, ik wou dat heel graag. Ik denk, ik hoef dat niet voor mijzelf, maar gewoon voor ons allemaal. Voor heel de groep, ja. Menda, schoemen, schoepra, aqua. Ogen pro ogen, tante pro tante. De prijzen voor de Mulkes werden in 10 categorieën uitgereikt. De gemeente Horst aan de Maas ging er met een aantal van 4 Mulkes met de meeste prijzen vandoor. En dit was Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.